3 januari start er nieuwe seizoen van Big Brother. Ja, echt. Ga jij het volgen? Ik ga het zeker volgen. Absoluut. Het was vorig jaar al een super ervaring. En toen zat ik erin. En dit jaar mag ik het een keer vanaf de buitenkant zien. En ik ga het zeker volgen. Ik ben heel benieuwd. Ja, een aantal van jouw medekandidaten hebben al toegegeven dat ze een beetje jaloers zijn op de nieuwe kandidaten die in het huis gaan. Zou je het zelf nog een keertje doen? Ik zou het absoluut zeker zo nog een keer doen. Maar ik ben niet jaloers, want het is zo'n mooi experiment dat ik gewoon ook hoe ik daar gegroeid ben, dat gun ik ook anderen. Dus ja, jaloers? Nee. Maar ik zou het wel nog een keer doen. En welk advies zou je meegeven aan de nieuwe bewoners? Blijf jezelf en absoluut niet gaan roddelen, want dat is gewoon een no-go. Echt, ja, wat ik zeg, blijf jezelf en geniet, want voor je het weet is het voorbij. Het is zo snel gegaan. En zien we jou ook nog eens opduiken in het nieuwe seizoen? Heb jij een bepaalde rol zo in het nieuwe seizoen? Weet ik niet. Wie weet? We zullen het zien. Oké. En uit eigen ervaring, Jill. Is er iets wat dat jij nog zou denken, wat de makers nog kunnen toevoegen om het, nog, het concept of het experiment nog iets beter te maken? Nou, ik vond het al best wel heftig. Maar wat ik weet van mijn medekandidaten zijn, is van het mocht altijd wel extremer en meer. Maar ik vond het al heftig. Maar ja, ze mogen het voor mij nog wel heftiger maken. Ik zit er dit jaar toch niet in, dus kom maar op. En wat zou je, heb je ja, een bepaald idee waardoor ze het nog wel wat leuker of wat spannender zouden kunnen maken, denk je? Ja, wij hadden op een gegeven moment wel af en toe dat we gewoon echt niks te doen hadden. En ja, je had de livestream natuurlijk. En ja, de mensen die de livestream keken, ja, die zagen ons gewoon in ons neus peuteren. Omdat we niks te doen hadden. Dus ik denk dat de makers nu wel wat meer activiteiten erin gaan gooien. Wat de bewoners zouden kunnen doen.